Ik zeg, verkoop die zo. Ik zeg, je hebt toch fucking veel winst? Nee, ik ga dit niet verkopen, want ik heb geen winst. Vannacht had ik 4 ton, nu heb ik 130.000, dus ik heb geen winst. Ja. Zo verblind was je eigenlijk door het feit dat je gewoon 4 ton had kunnen hebben. Maar dat is wat FOMO met jou kan doen. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Gis. Ik ben Berry en vandaag een nieuwe video. En we willen jullie vandaag laten zien wat wij anders hadden gedaan als we hadden geweten wat we nu weten. Ja, dat is oftewel, wij hebben ook fouten gemaakt. Wij hebben van onze fouten geleerd. Maar hoe hadden wij het aangepakt als we waren begonnen met de kennis die we nu hebben? Ja, dat is best wel een lijstje. Dat is best wel een lijstje. Maar we willen wel gewoon duidelijk maken dat, kijk, wij hebben ook fouten gemaakt. En we willen gewoon laten zien wat is er dan fout gegaan en wat hadden we dan nu beter gedaan als we die kennis gehad hadden nu. Ja, en misschien is eigenlijk dan de rode draad, de belangrijke lijn. Wat hebben we eigenlijk dus in die tussentijd geleerd? Want deze fouten die wij nu gaan behandelen, die gaan wij nooit meer maken. Nee. Ik wil graag aftrappen met meer oog voor kwaliteit. Ja. Dat is toch wel, als ik denk aan hoe zijn wij begonnen, is dat denk ik toch wel hoe wij zijn begonnen. Want wij zijn begonnen met heel klein in coins. Ja. Maar wij zagen bergen met goud voor ons wat betreft ICO's. Ja. 2 jaar geleden zijn wij gewoon echt... Nou ja, Chris, zoals jullie allemaal weten, had kennis in aandelen. Daarnaast zijn wij dus begonnen met crypto samen. En het was voor ons allemaal nieuw. Wij zagen ICO's. Wij lazen een beetje wat er op Crypto Compare bij die ICO stond. En we dachten, nou... Dit moet worden. Dit willen ze ophalen. Moet je kijken wat ze al opgehaald hebben. Ja. We keken echt naar gewoon dingen die helemaal nergens op sloegen. Gewoon. Nee. Hoe vaak ze al bekeken waren of zo. Alsof dat dan. We keken gewoon op de hele verkeerde manier. En toen, nou, die gaan we kopen. Nou, dan kochten we gewoon voor $100 of $200 kochten we ons in op een ICO. Waar we daarna never nooit meer wat van gehoord hebben. Nee. Dus wat ik met punt 1 wil zeggen is gewoon: doe echt onderzoek. En kijk echt waar je instapt. Weet het werkende product daadwerkelijk inhoudt. Wat voor team erachter zit. Wat ze al bereikt hebben. Wat ze willen gaan doen. Je kan niet zomaar ergens blind instappen. Of vertrouwen op wat iemand zegt. Je moet echt weten waar je mee bezig bent. En echt weten waar hun mee bezig zijn. Ja, is ook zo. Ja, en in het tweede puntje is eigenlijk in het verlengde daarvan. En dat reken ik mezelf misschien ook wel een klein beetje aan, hoor. Want wat je al zei, ik heb iets meer trade ervaring. Ik heb jarenlang in aandelen getraind. En zelfs ik ben hier prooi van geworden. Want afgelopen jaar was er echt een run op alles wat crypto was. Ja. Dus vanaf november, december, januari. En dat was gewoon FOMO. Het was gewoon dikke FOMO. Dikke FOMO. En hoe had ik dat heel makkelijk kunnen voorkomen? Want zelfs ik ben daar aan te prooi gevallen. We hebben toen een hele rare investering gedaan. Heel hoog ingekocht. Dat hadden we heel makkelijk kunnen voorkomen door gespreid in te stappen. Ja. Gespreid aan te kopen. Dat hebben wij te weinig gedaan. Voor ons gevoel, maar nee, we hadden gewoon veel meer moeten spreiden en op een hele andere manier in moeten stappen als hoe we gedaan hebben eigenlijk. Het ging allemaal zo snel en het was zo'n gekhuis en ik dacht voor mezelf, ja, echt op die periode dat mensen tegen het eind van het jaar, ik denk dat je het nog wel weet, dat mensen zeiden, ja, gaan we die 10k nog redden? En dat we gewoon dat binnen rond, een dat week was rond de 6k of zo, dat op die 20k en ja. Ik, voor die 10k kon ik nog redelijk normaal denken. Ja. Maar daarna, dat gebied tussen die 10 en 20k, toen... En dan hoor ik de reacties al komen onder het filmpje. Ja, dat zijn emoties en die moet je uitschakelen. Dat begrijpen wij ook, zeker nu. Ja. Nu we gewoon een stuk verder zijn. Maar als dat gebeurt, ja, dat gebeurt nergens. Crypto is gewoon heel apart. Als dat gebeurt, zulke stijgingen, dan word je gek. Dan zie je alleen maar bergen met goud voor je. Ja. En dan is het heel lastig om die emoties uit te schakelen. Want waar houdt het op? Als jij gewoon in je portfolio kijkt en jij ziet bedragen die jij je niet kan voorstellen. Nee. Ik kan daar wel een mooi voorbeeldje voor geven als je er klaar voor bent. Red je dat? Kan je hard dat aan? Dat is wel een pijnpuntje voor mij. Ja, nou goed. Wanneer was het? Wanneer was dat? Net na de jaarwisseling was het. Volgens mij januari. Ja. Ik kwam binnen.
in ons studiootje waar wij onze video's opnemen en ja, al onze dingen doen. En ik zie Chris zitten achter de computer en hij was helemaal wit. Ja. Ik zeg, ben je ziek? Hij zegt... Ik zeg, ja, wat doe je raar? Ik zeg, ben je ziek? Of je ziet het niet uit, man? Hij zegt, ik had fucking rijk kunnen zijn. Ik zeg, hoezo had ik fucking rijk kunnen zijn? Hij zegt, ja. Hij zegt, ik had 4 ton kunnen hebben. Ik zeg, ja, Chris, tuurlijk. Chris zegt wel vaker wat. Ik denk, ja, tuurlijk. Chris had 4 ton kunnen hebben. Hij zegt, ja, hij zegt, echt waar? Hij zegt, Vibe is gelist aan Binance. Ik had 40.000 coins. Ik zeg, ja, had. Ja, die heb ik nog steeds. Alleen de prijs is nu even anders dan vannacht. Vannacht stond hij op $9 zoveel. En ik heb 40.000 coins. Ik zeg, ja, Chris, oké. Okay, toevallig. Laat zien dan. Opent zijn wallet. En ja hoor, daar staan 40.000 Vibe coins. Ja. En wat was Vibe op dat moment nog waard? Rond de $130.000. Ja. En Chris zegt dus tegen mij, fucking veel winst. Nee, ik ga dit niet verkopen, want ik heb geen winst. Vannacht had ik 4 ton, nu bij 130.000. Dus ik heb geen winst. Ja. Zo verblind was je eigenlijk door het feit dat je gewoon 4 ton had kunnen hebben. Maar dat is wat FOMO met jou kan doen. Ik heb jarenlange trade-ervaring. En toch... Doodziek dat je gewoon eigenlijk in een paar uur tijd 3 ton kwijt was geweest. Ja. Nou moet ik wel erbij zeggen, ja, had je hem ook kunnen verkopen? Weet ik niet, want het was echt alleen een tipje van de candle. Nee, maar ik had hem wel in die tweede golf kunnen verkopen. Ja. Op het moment dat jij bij mij kwam, had ik die coin kunnen verkopen. Ja, op dat moment had jij dik 130.000, 140.000 euro kunnen pakken. Chris toen gedaan in zijn... lichte crypto ervaring nog in het begin. Ja, hij zegt, ik ga gewoon wachten, want die gaat wel weer terug naar de 4 ton. Ze worden dadelijk op de Super Bowl, krijgen ze reclame. Ik weet het nog heel goed. Ja. Tijdens de Super Bowl komt Vibe in beeld en dan krijgen ze reclame. Dan gaat hij weer sky high gewoon, dan gaat hij groeien. Ja. Nou, dat ging niet door bij de Super Bowl. Toen ging hij nog verder omlaag. Nou, toen kregen we de hele crisis. Toen ging hij nog verder omlaag, nog verder omlaag, nog verder omlaag. En kijk waar we nu zijn. Je hebt ze uiteindelijk wel verkocht. Ik heb ze verkocht niet en voor ik, het bedrag. Nee, ik heb er wel een hele leuke winst aan overgehouden. Ik zal even wat background informatie geven. Ik ben in Vibe ingestapt met 1 Ethereum. De Ethereum stond toen om en nabij... Tussen de $300 en $400. $300 en $400. Ik heb toen 40.000 coins gekregen. Ik had hem bij TradeView er nog bij gepakt. Even kijken. Om even te laten zien dat mensen wel... dat ik het niet zit te verzinnen hier. Dit is Vibe. Op de het kwam door echt ook door de listing van Binance. Ja. Dan zien we gewoon dat de koers hier omgerekend richting de $10 stond. Om en bij de $10. En dit was ongeveer het moment dat je bij me kwam. Hè. Dat was toen stond hij op de, nou ja, laten we zeggen, $4 ongeveer. Dus dat was inderdaad tussen de $160,000 en $120,000. Ja, daar praat je over. Hè. Het is echt ziek als je erover nadenkt. Ja. En dat je het gewoon hebt laten liggen ook. Ja. Oh. Ja. En ik, denk dat dit, sinds wij met crypto begonnen zijn, wel echt de huge mistake is geweest. Ja, maar dit is voor mij, weet je wat het is? Kijk, ik kan erom lachen omdat ik weet dat ik heb er gewoon een goed bedrag aan overgehouden. Mm. Echt, als ik kijk naar mijn investering, zo denk ik dan maar. Oké, ik had meer kunnen hebben, maar daar heb je niks aan. Ik heb daar goed aan verdiend. Maar wat ik daar echt aan over heb gehouden, is een wijze les. En deze fout kan ik garanderen. Deze ga ik nooit meer maken. Maar dan hoor ik de mensen over denken, ja, hoe of wat dan? Laten we het zo zeggen dat je er een dikke keer 10 aan over hebt gehouden. Ja, minstens. Of nee, niet keer 10, keer 100. Ja, ik heb er goed aan verdiend. Aan je inleg. Nou, heel goed aan verdiend. Je hebt tussen de $300 en $400 ingelegd. En het is gewoon een dikke keer 100 geweest. Ja maar kijk, dat was het probleem in het begin met die ICO's. Ja. Ja, kon dat allemaal. Ja, inderdaad. En het was en is misschien nog wel een beetje het Wilde Westen. Dat is misschien een aanleiding geweest tot toch het poppen van die bubbel. Hm. Ja, deze fout maak je niet meer. Nee. Leer daarvan. Ja, die fout maak je inderdaad. Hoe kan je dit eigenlijk heel geheel samenvatten, wat we misschien fout hebben gedaan. Hoe kan je dit gewoon heel goed voorkomen? Dat is door het maken van plannen. Ja. Je orders van tevoren instellen. Ja, en dan kom je dus al op het volgende punt. En eigenlijk wat we dus nu al hebben behandeld. Ja. Op tijd uitstappen. Ja, stap op tijd uit. En ook voor het uitstappen hebben mensen geld weer gespreid. Ja, neem een deelwinst al. Ga ook niet in één keer zeggen, oké, nu heb ik weer bam, ik stap uit. Nee, want je moet wel ook dat risico eigenlijk weer spreiden. Stap je uit, sta je dik op winst. Stap je uit met 1/3 van je positie. Heb je dus nog 2/3 van je positie. Zakt die dan, heb jij in ieder geval een stukje winst gepakt. Stijgt die dan, pak je ook nog steeds winst. Ja.
Dus stap niet in één keer met een hele positie uit en besluit op tijd je winst te nemen. Dat is heel belangrijk. Een paar hele wijze lessen. Ja, weet je wat het is? Kijk, wij hebben deze fouten eigenlijk al voor jullie gemaakt. Is ook zo. Zodat jullie ze niet ook nog een keer hoeven te maken. En heb jij nog een puntje? De hele wereld van crypto is nog steeds in evolutie, maar is de afgelopen tijd al wel weer wat meer veranderd natuurlijk. Ja. Afgelopen december is het hele gebeuren met de futures van de grond gekomen en longs en shorts en dat soort dingen. Ja. En die spelen nu ook gewoon een hele grote rol. En daar valt ook gewoon leuk geld aan te verdienen. Het is een stuk risicovoller, want je moet wel weten waar je mee bezig bent. En als jij niet eens een grafiek kan lezen, wordt het al een stuk lastiger. Want je moet wel echt weten wanneer je long, wanneer je short wil gaan. Ja. Maar neem bijvoorbeeld BitMEX. Wij hebben daar ook, tenminste vooral jij bent daar veel mee bezig voor video's, voor ons kanaal. Daar valt gewoon leuk geld aan te verdienen. En dat zijn wel ontwikkelingen ook in de cryptowereld die de afgelopen tijd zeker mee hebben gespeeld. Ja, zeker wat jij zegt. Eigenlijk zijn wij pas actief met BitMEX. Ik denk het eigenlijk nadat de meeste pijn al geleden was. We zijn nu met BitMEX begonnen. En voor de mensen die mij volgen met de live stream en de trades, die kunnen gewoon zien dat echt gewoon goed gaat. Je kan daar gewoon echt leuk geld mee verdienen. Ja. Maar stel je voor dat jij hier gewoon een short, die eerste top, die had niemand kunnen voorspellen. Dat is altijd, mensen zeggen altijd, ja, wanneer is de top, wanneer is de bodem? Dit had niemand kunnen voorspellen. Maar hier, als jij hier een short had genomen, naar dit punt, dan was je nu gewoon, als jij gewoon een goede investering had gedaan, dan was jij gewoon een dik miljonair geweest. Ja, was gewoon klaar. Het werkt de ene kant op, maar de andere kant kan je ook gewoon geld verdienen. Ja. En nogmaals, BitMEX is heel risicovol. Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Maar je hebt geloof ik een kortingscode ook, toch? Voor 10% korting of zo? Ja, als je geïnteresseerd bent, dan kan je de aankomende 6 maanden 10% korting ontvangen op je fee. Wat ik al zeg, wil je short gaan traden, doe dan wel altijd je eigen onderzoek. Hè. Het is gewoon een financieel risicovol product. Alleen het biedt je de mogelijkheid om het is ook tegen de markt in te treden. Kijk, als ik op een normale manier beleg en de koers gaat naar beneden, kan ik niks anders dan bijvoorbeeld mijn geld in, ik noem maar wat, Tether zetten. Ja. Ik heb nu gewoon de kans, als de koers omlaag gaat, kan ik gewoon geld verdienen. Ja, en het is niet dat je mensen daarmee aan wil sporen. Dat moet je ook wel even duidelijk maken. Nee, het is altijd je eigen keuze, sowieso. Het is geen advies om BitMEX te gaan doen of iets dergelijks. Maar ja, feit is wel dat er dus wel geld mee te verdienen valt. Maar het blijft heel gevaarlijk. Dus als je daar echt geen verstand van hebt, ja, moet je er eigenlijk van weg blijven gaan. Het is gewoon een casino als je er geen verstand van hebt. Ja, je moet als beginner worden er niet meer beginnen. Nee. Kijk, en dat is eigenlijk waar het hele filmpje om draait. Wij hebben heel veel fouten gemaakt. Ja, bekijk het zo. Die hebben wij voor jullie gemaakt, zodat jullie die niet meer hoeven te maken. Ja. Daarvoor is dit filmpje ook. Om echt mensen inzicht te geven wat er allemaal met ons gebeurd is. Maar vooral, wat ik al aan het begin van het filmpje al zei, de echte rode draad. Wat hebben we ervan geleerd? Ja, nou een hoop. Ik zou nu op een andere manier instappen. Ik zal op tijd mijn winst nemen en gespreid uitstappen. Ik denk dat twee grote factoren zijn. Beter mijn onderzoek doen waar ik naartoe instap. Ja. Dus niet zomaar klakkeloos als ik iets lees in een Telegram of ik voor wat. Ja, wij hebben ook wel eens gehad in het begin dat we iets lazen op een forum of dingen. En dat we dachten van shit, we moeten er nu bij, anders missen we de hype. Iedereen zegt dit. Iedereen zegt dat je de hype gaat missen. En dan stap je erin en dan is het uiteindelijk helemaal niks. Omdat je af bent gegaan op wat andere mensen zeggen. Ja. Dus meer je eigen onderzoek doen naar wat het product werkelijk inhoudt en wat het werkelijk wil gaan doen. En nog een heel klein dingetje eigenlijk wat we helemaal niet aangehaald hebben nog. Zorg ook voor een fiat backup. Want dat hebben wij ook in het begin helemaal niet gedaan. Ja, te weinig. Veel te weinig. Veel te weinig. Ja. Helemaal in het begin helemaal niet. Nee. Maar zorg altijd dat je ook een gedeeltje fiat, oftewel USD, USDT, waar je nu op dit moment aan kan komen. Want ja, de fiat pairings waar we allemaal op zitten te wachten, die zijn er nog steeds niet heel erg. Maar dat komt wel steeds dichterbij. Zorg gewoon dat er ook een gedeelte fiat in je portfolio zit. Want gebeuren er dingen zoals de markt waar we ons nu in bevinden, kan je daarna wel weer met fiat gewoon goedkoop een positie terugkopen. En de pijn verzachten. Ja. Dus, tot zover deze video. Een wijze les. Ja. Vond je het nou leuk?
Abonneer dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje, dan blijf je op de hoogte van de laatste filmpjes die we uploaden. Ja, heb je interesse in crypto kleding of onze merchandise? www.blockchaindenim.com. Gebruik dan de code DC10. Krijg 10% korting op alle kleding die met crypto te maken heeft. Ja, alle genoemde linkjes in het filmpje tijdens deze video. Naar BitMEX, livestream, Discord staan allemaal hier onderaan het filmpje. Kijk gewoon even en dan zien we jullie graag volgende keer weer. Later.